Yo! Yo, jullie kijken deze nieuwe aflevering van Plants vs. Zombies. Ik weet niet hoeveel de aflevering natuurlijk, maar nu heb ik op deze game super lang niet opgenomen. En ik had eigenlijk een keertje zin om het een beetje op te nemen. En toen dacht ik, weet je wat, laat ik het dan ook even opnemen, hè. Het is nu een beetje later, waarschijnlijk moet ik. Ik schrok niet. Dat is het. Continue game. Hier waren we gebleven met het mini-level. Ik moet een beetje zachtjes praten, mensen. Want het is best wel laat dat ik het opneem. Maar ik neem het wel vaker later opgenomen, weet je. Dus het is wel oké. Het is te doen. Nou, wat je vooral dit level hebt. Heel veel mini-zombies, maar vooral meer dan welk plant dan ook. Het allermeeste krijg je cherryboms. En dat is echt zo. Cherryboms krijg je gewoon bijna de hele tijd. Dat is gewoon een beetje waar je heel veel mee moet werken. Want hé, je bam. Moet je wel natuurlijk goed plaatsen, maar het is makkelijk te winnen dit level. Deze dingetjes zijn ongeveer niet zo goed als een normaal emmertje. Maar je staat van deze dingen en bam, die is dood. Ik heb daar geen verhaal, maar ik wou het gewoon zo graag een keertje opnemen, want ik heb het fucking lang niet gedaan. Ik heb het echt heel lang niet gedaan, niet opgenomen. Het is echt lang geleden, mensen. Zo, ik ken dit spel niet eens meer, dat is niet waar. Ik weet nog donders goed dat die verwende kleutje zombies je willen vermoorden. En dat is onze enige pinshooter hier. Ik wou het tenminste zo lang opnemen, dus ik dacht, weet je wat, laat ik het een keer opnemen. Dan heb ik het weer op voorraad, wat ik in het begin had. In het begin had ik deze serie heel erg op voorraad. Toen, echt heel lang niet meer, nu heb ik namelijk geen aflevering meer liggen. En ja, toen kwam dit dus, dacht ik van, nee, ga ik dan met deze aflevering maken. Of klinkt dat heel raar? Dat ik nu heel raar ben, dat ik dat zo deed. Ik vind mezelf er niet raar om. Nu moet ik even snel trouwens hier een bommetje in plaatsen en bam! Ik wil gewoon dat mensen dood of derf, zo, dood of derf. Is natuurlijk het beste dat er bestaat in de wereld. Weet je, er bestaat wel meer dan wat goeds in de wereld, maar dood of derf is wel een van de beste dingen in de wereld. Vooral het doodgedeelte. Het verderf is iets minder dan het doodgedeelte, maar verderf verdient ook een kans. Wat dacht ik? Oh nee, mijn god, daar gaan iedereen, de zombies gaan de wereld overnemen daar. Bra. Bra. Ik zeg niet A, ik zeg gewoon bra. Oh ja, maar ik heb nog wel een verhaal. Vandaag was mijn groot boekverslagpresentatie en ik heb het echt 0 keer geoefend, mensen. Oké, ik heb het 1 keer geoefend. Maar dan niet op praten, nee, dan heb ik gewoon een soort van, ik oefen het in mijn hoofd. Dus dat ik een soort van presenteer, maar dan niet hardop zeg dat ik in mijn hoofd zeg van ja, daar ga ik presenteren aan mijn eigen hoofd en dat doe ik wel vaker. Zo ben ik ook begonnen met YouTube. Ik wil ooit volgende aflevering. Die ga ik niet direct naar deze aflevering opnemen. Dat weet ik sowieso. Dat ga ik misschien morgen opnemen van Plants vs. Zombies. Ga ik vertellen hoe het komt dat ik zo van uilen hou. Het is echt een heel geniaal, raar, dom verhaal achter. Maar ik wil het gewoon één keer vertellen. En ik weet dus niet of ik het een keer heb verteld. En dan wil ik het gewoon nog een keer vertellen. Omdat het toch wel heel leuk is. En mijn kanaalnaam heeft gevormd die gebeurtenis. Want ja, ik dacht, super gay ik moet toen in die tijd. Heel leuk kanaal, nog steeds. Dat is een super gameplay. Heeft een serpent, is een slang. Dit is een jalapeno. Een jalapenus. Een penis noem ik dit. Destroys an entire lane of zombies. Is gewoon totale dood verderf. Mijn achtertuin, yes. Maar ik wil dat echt heel graag wel vertellen. Dat ik niet delen wil. Ik ben bang dat het gewoon te slecht gaat aflopen. Dat het een virus gaat worden. Weet je, dan wil ik het ook echt in de titel hebben. Van bam, bam, bam. Dat iedereen die video ziet, van denkt van ja.
Waarom komt het nou als ik in die video weet maar ook op de voorpagina zetten? Gewoon, maar eigenlijk gewoon ook een losse video gemaakt, maar ook deze. Maar dan kan ik wel die twee keer vertellen. Maar ik ga de plan voor zombies doen, want de plan voor zombies kan ik denk ik het makkelijkste. Ja, net als de Roblox en de jongen, ik een verhaal vertellen, maar plan voor zombies vind ik heel leuk om te doen. En dat wil ik weer nu opnemen, want Roblox heb ik te veel opgenomen de laatste tijd. Nou, we hebben dus nu de lilypads ook nodig. Die neem ik nog steeds mee natuurlijk, dit allemaal. Dan pak ik deze, deze en deze. Of wil ik nog iets anders? Nee, ik denk ik... Jawel, ik wil deze. Deze wil ik wel en dit vind ik wel en deze wil ik ook. Ja, we willen alles hiervan. Dus ja. Let's rock of let's plant of weet ik het wat. Let's doen wat moet. Dat is het beste wat ik ervan kan maken. Ik weet trouwens dat iemand heel snel is geërgerd. Als je op de computer ziet dat zijn prullenbak niet leeg is. Ik ben natuurlijk van, weet je, is het toch wat je in je prullenbak doet? Waarom leeg je prullenbak niet? Dat wil ik altijd meteen. En nu heb ik dit in prullenbak zitten, maar als ik het verwijder nu, is dat vervelend voor de video. En ik word er gek van, ik word er echt gek van. Ik ben erg zo iemand. Die dat super vervelend vindt, die zich super erg kan hergaan. Kleine dingen, zoals sommige mensen die willen natuurlijk zitten in hun eigen naam van hun kanaal in de hoek van de een video. Van ja, zodat niemand mijn video kan jatten om op zijn kanaal te plaatsen. Maar ik doe dat expres niet, omdat ik het zo vervelend vind om naar te kijken. En weet je, eigenlijk vind ik het ook vervelend dat iemand heet op Twitter en zo'n ding afstaan, maar daar kan ik, weet je, ook, ik kan er wel mee leven. Maar ik wil het zelf niet, weet je. Ik erger me eraan heel erg. Als het niet heel belangrijk is, ga ik me eraan ergeren. En niet aan irriteren, want je ergert je ergens aan en iets irriteert je. Dat is altijd iets wat ik heb geleerd van een klasgenoot van mij. Die zei, je ergert je aan iets. Dus ik erger je aan jou. Dus ik irriteer je aan je. Aan irriteer. Nee, je zegt, ik erger me. En ik vind het irritant. Je zegt niet, ik vind het ergerend. Snappen jullie het? Ik ook niet. Ik snap het wel, maar... Als jullie het niet snappen... Verdomme, ga naar je leraar toe en zeg dat je het niet snapt. Laat hem daarbij ook deze video zien. Want dan krijg ik die dikke JT-monies. Wat ik niet eens krijg, omdat ik hier geen advertenties op krijg. Echt, sommige mensen snappen het niet. Je moet helemaal van advertenties. Je verdient toch niet je gebakken met geld. Zeg sommige keer naar mijn klas van, hey, yo, Niels, hoeveel heb je geld? Verdien je al geld met YouTube? Nee. Jongen, kijk gewoon iedere video, dat vertel ik, gewoon dat ik geen video meer doe. Al ben ik wel geverifieerd op YouTube en zo. Dat is niet het vinkje wat je hebt, volgens mij, wat je hebt als je naar YouTube toe gaat. Dat is als het goed is een ander vinkje, of ik ben gewoon heel dom. Ik wil nu even de jelle penis laten zien, bam, gewoon één rij met vuur. En ja, die wil ik eigenlijk zo meteen een keertje laten zien op de waterrij. Hè, want dat is grappig om een vuur op water te proberen. Haha, lach ik me dood en verderf. Tegemoet. Yay. Dat willen we allemaal, toch? Nee. Daarom. Die weg, die plaatsen. En dan is zometeen eigenlijk al de middle wave. En omdat de middle wave is dan natuurlijk daarna. Is de final wave, want er is maar twee waves op dit level. Ik moet dus even, ik praat wat zachter mensen, omdat ik zo moet slapen dus. En ik ben nu. Maar Oké, nou deze gast moet dus dit opgebruiken. Moet er even wat zachter zijn. Dan moet je dit doen en dan plaats ik die gas hier. Pat! Die is dood. Ik probeer nu eigenlijk zo zacht mogelijk te praten eventjes.
Dus ja. Hè? Ik probeer nu heel zacht een beetje te praten, want als ik te hard praat, horen mijn ouders me. Die zitten één kamer naast me. Nou, mijn ouders, vooral mijn moeder me. En die vindt dat vervelend. Dus dat kan ik begrijpen als die wil nu wil slapen. Ik ga zo meteen ook gaan slapen naar deze video ding. Dus dat. Jee. In plaats van speed shooter, je ding, dit zijn allemaal dode verderf. Joepie de poepie. Jullie gaan allemaal gewoon lekker dood. Al snap ik dat nog steeds niet, want zombies kunnen niet meer dood. Maar toch wel, in dit spel, huh? Wat de frik? Ik weet het ook niet. Pak alle zon die je verzamelen kan in je zak, want die is immens groot. Kan ook echt. Jongens, ik kan ook echt zon verzamelen. Fuck, echt. Logica bestaat in het spel. Nee, echt. Jongen, ik heb met mijn zakneusjes, pak even hier 10 zon. Dat betekent eigenlijk niks. Want je hebt van 100 zon. Kun je maar zo'n K-plant krijgen. En een aardappel is gewoon 25, weet je? Als de zon net zoveel is als een euro, dan zou dus een. Ja, oké. Okay. Of je zo. Wow. Dan zou ik dus in principe kunnen berekenen hoeveel. Is een zonnetje waard is dus voor een aardappel bijvoorbeeld. Hoe duur is een aardappel het echt? Nou, bijvoorbeeld 3 euro. Dat is nog. Ja, voor één aardappel niet zo heel best wel veel bedoel ik. Deze gast kun je trouwens even half beschadigen met dit ding. Tenzij die al meer dan dat hij al een beetje beschadigd is. Oh, je mensen gaat trouwens een ding overheen komen. Of niet? If not. Kan ook. Of heb mensen die spikeweed? Wiet. Spikeweed. Oké. Okay. Pops thuis en hurt zombies dead. Step on it. Oké. Okay. Ja, dat is heel leuk. Nou, wil ik niet nog een leveltje doen. Omdat het te lang duurt. Zo, min 3 minuten. Dus laten we gewoon een kleine minigame doen. Van zoiets als slot machine. We gaan gewoon slot machine doen. Huppatee. Volgende aflevering moet vragen om het uit te proeven. Dus dat. Hier krijg je dus alleen maar van deze winkel planten krijgen. En de bedoeling is. Je moet zoveel zon krijgen. Oh mijn god. Oké. Okay. 1, 2, 3. Maar kijk, je moet dit doen om dingen te krijgen. Oké, okay, zonnebloem. Jij komt hier. Oké. Okay. Money. Hier ga ik een reis. Oh nee, mijn god, daar kreeg je niks van. Dus zo moet je eigenlijk de hele tijd spinnen van, oh mijn god. En eventjes dus jezelf verdedigen voor zombies. En tussen dat doel halen met zon. Maar dit kost zon, maar je krijgt er een zonnebloem van. En zo is het eigenlijk een heel leuk dingetje. Het werkt heel anders eigenlijk. Dat vind ik juist wel leuk een keertje. Gewoon op het, oh mijn god, hier moet ik eventjes niet krijgen. Kijk, en dan kreeg je dus 3 pea-shooters. Nou, daar ben je blij mee. Daar ben je blij mee, hè? Oh mijn god, een ijsding. Die ijsding moet ik hier nu zitten. Oké. Okay. Die gast gaat dood. La, la, la. Dus, oké, okay, nog één zo'n dingetje. Plaats hem hier. Ja, ik wil hem niet te lang dit maken, dus ik hoop dat het zo'n beetje afgelopen is. Oké, okay, ja, dat duurt niet heel lang meer. Ben nog 1 minuutje? Een minuutje of 2 of iets. Dus. Kijk, als je dit nou krijgt, dan gaat het lekker snel. Als je deze dingen veel krijgt. Oké, okay, kijk, je wil ook heel veel van die dingen. Je moet gewoon iedere keer gewoon die slotmachine zo doen. Dat is eigenlijk de techniek. We willen gewoon heel veel slotmachine doen en wachten. Want uiteindelijk krijgen we het wel. Maar je moet natuurlijk niet te veel doen.
Alleen wil natuurlijk ook niet doodgaan en zo, dus daarom moet je best wel veel gebruiken, denk ik. Oké, die gebruik ik hier. Oeh, die man moet echt even dood. Nou, voor het zonnetje wat ik net heb gekregen. Weet je, als je dan meteen weer terugkijkt, kijk, daarmee ga je lekker snel. Huppatee. Oké, nog een keer. Ja, sorry mensen, dat is een beetje. Is maar. Oh, is het trouwens een keer dat je zon uitgeeft? Ja, dat gaat ook. De meter hier. Nu dat ik iets zachter praat, maar ik wil echt niet dat het zo overlast voor zorgen, dus. Eigenlijk had ik ook al doen. Anders zou ik moeten stoppen met opnemen. En dat wil ik niet. Omdat het op zichzelf niet zo oproept. En weet je wat mensen, ik ga volgende aflevering gewoon verder met deze minigame, want dit duurt te lang. Op de volgende aflevering van Plants vs. Zombies, waarin ik weer wat harder kan praten waarschijnlijk. En ja, dan zie ik jullie daar weer. Tot de volgende aflevering, doe even lekker dit aflevering, want als je het hele aflevering niet vergeet, dan zie ik jullie daar weer. Doei! Zo, dat was snel. Doei!